Graag uw aandacht voor een van onze all-time favorites. Gekochte journalisten. De auteur Udo Ulfkotte werkte jarenlang bij een van Duitslands grootste kranten, de Frankfurter Allgemeine. Hij kwam daar in aanraking met praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. Journalisten bleken zonder probleem voor geheime diensten te werken, lieten zich vetteren met lange snoepreizen naar Amerika en lieten vergaande invloed van overheden toe in hun schrijfwerk en waarover ze wel en niet schreven. Hij kreeg spijt van zijn werk, nam ontslag en schreef Gekochte journalisten. Dit boek stond 3 jaar lang achter elkaar in de top 10 van Duitsland, tot groot ongenoegen van het hele media, boeken- en bladenkartel en de geheime diensten. Een paar jaar geleden overleed Ulfkotte aan de gevolgen van zijn werk. Veel te jong en zo belangrijk geweest voor de ontmaskering van de mainstream media. Kijk voor meer informatie op www.deblauwetijger.com/winkel. Dank u wel.